Het woord is aan de heer Van der Staaij van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Meneer de voorzitter, de gruwelen van de IS-terroristen zijn vandaag alweer terecht uitvoerig belicht naar voren gekomen. Die gruwelen als de executies, de moorden, de martelingen, de verkrachtingen waren en zijn ten hemel schreiend. Nederlandse kalifaatgangers die mede verantwoordelijkheid dragen voor dat soort zwaar onrecht, die moeten we, vindt de SGP, niet vrijwillig naar Nederland halen. Moeten we niet laten terugkeren. En ook al is de rol van sommigen van hen beperkt geweest, het gaat hier niet om onschuldige mensen. Het gaat om mensen die willens en wetens ook naar dit gebied zijn getrokken. Wij waren daarom het eens met het kabinetsbeleid zoals in het verleden ook geformuleerd is, die zegt: wij gaan Syriëgangers niet actief naar Nederland terughalen. Onze voorkeur is om hen te berechten in de regio. Dat is waar we ook voor staan en dat is waarom wij ook geschrokken waren toen het bericht kwam, wat de aanleiding is voor dit debat, om toch wel in bijzondere gevallen hen terug te halen. En waarom vinden we dat ongewenst? Omdat dat onze nationale veiligheid raakt. En de Nederlandse overheid haalt zich een grote verantwoordelijkheid op de hals door uitreizigers terug te halen. Ze zijn geïnspireerd door jihadistisch gedachtegoed, hebben van nabij gewapende strijdervaringen opgedaan, weten anderen te sympathiseren. Kort gezegd, in veel gevallen gaat het hier om tikkende tijdbommen. En mensen die ervoor hebben gekozen om zelf naar dit macabere strijdtoneel te trekken, hebben willens en wetens het risico genomen dat ze zich hiermee in een onmogelijke positie zouden brengen. Syriëgangers krijgen in Nederland een veel lichtere straf dan het geval zou zijn bij berechting in de regio. Dan is het niet vreemd dat ze nu in de rij staan om terug te keren naar Nederland. De minister gaf in het vragenuur aan dat deze zaak geen precedent zal scheppen. Maar mijn vraag is: waarop is dit gebaseerd? Wat doet het kabinet nu concreet om te voorkomen dat er niet meer zullen volgen? En kan er niet actiever ingezet worden op intrekking van het Nederlanderschap om terugkeer naar Nederland te voorkomen? Voorzitter, voor SGP is en blijft uitgangspunt blijft uitgangspunt om te berechten in de regio. Ik gaf al aan, wie willens en wetens naar Irak of Syrië trok om daar een bloedig en niets ontziend kalifaat te steunen, moet niet raar opkijken dat je daar een stevige straf kan oplopen als de strijd door de IS is verloren. Koerden, Jezidis, Christen, al die anderen in het gebied die gruweldaden zelf hebben gezien en ervaren, verlangen ook gerechtigheid. Het is van groot belang dat de straffen recht doen aan het leed dat hen is aangedaan. De Nederlandse inzet voor een internationaal ad hoc tribunaal heeft weinig opgeleverd. Ziet het kabinet hiervoor nog enig serieus perspectief? En welke mogelijkheden zijn er vervolgens om alsnog om Irak te vragen zorg te dragen voor berichting? Dat de straffen in deze regio niet altijd overeenkomen met het strafklimaat in Nederland is volgens de SGP geen reden om berichting in de regio categorisch uit te sluiten. En mijn slotvraag is dan ook: is het kabinet bereid juist in zo'n ernstige en risicovolle zaak pragmatisch naar berichting in de regio te blijven kijken? Dank u wel. Een vraag nog van mevrouw Koekoek. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp heel goed het betoog van de heer Van der Staaij dat het gaat om het rechtvaardigheidsgevoel. Hoe dat precies interpreteren, nou, ik sta daar waarschijnlijk iets anders in. Maar wat ik mis in dit betoog is: er zijn niet alleen volwassenen bij betrokken, er zijn kinderen bij betrokken. En collega Bikker gaf het net al aan en zocht naar mogelijkheden volgens mij om ook ervoor te zorgen dat die kinderen ook en minder getraumatiseerd zijn. Maar dat mis ik in dit betoog. Dus hoe gaan we op een goede manier zorgen voor de kinderen die hierbij betrokken zijn en die slachtoffer zijn? Ja, voorzitter. Voorzitter, ik vond dat mevrouw Bikker daar behartigenswaarde woorden over sprak. Maar ik vind dat we ook moeten oppassen, dat is in het verleden ook gebleken, dat niet via de kinderen, maar uiteindelijk ook weer gewoon de ouders terug gaan halen naar Nederland. Want er is natuurlijk altijd ook weer een verbondenheid tussen de positie van de kinderen en het recht op familieleven weer met het verblijf bij ouders. Dus ja, daar zitten ingewikkelde haken en ogen aan vast. Maar laat niet via de kinderen uiteindelijk ook een soort van recht op terugkeer naar Nederland zijn van ook de ouders die verantwoordelijk zijn. Het is primair niet de verantwoordelijkheid van een Nederlandse staat, maar van de betrokken ouders. Hoe dit op mij overkomt, voorzitter, is dat we eigenlijk zeggen:
Het is heel ingewikkeld en eigenlijk kiezen we het belang van ons gevoel van rechtvaardigheid boven het belang van de zorg voor de kinderen, voor de Nederlandse kinderen die daar zitten. Misschien interpreteer ik dit verkeerd, maar dat vind ik onbarmhartig klinken. Ik hoop heel graag dat de heer Van der Staaij hierop kan reflecteren. Ja, voorzitter, dat kan mevrouw Koekoek en dat mag mevrouw Koekoek vinden. Maar ik vind we moeten ook oppassen dat barmhartigheid tegenover de wolven wreedheid tegenover de schapen is. Het gaat niet alleen maar dat we fixeren op de positie van mensen daar, die daar zelf ook ouders die zelf die verantwoordelijkheid ook voor hun kinderen hebben genomen, hoe die opgroeien. Dat kan in allerlei andere landen in de wereld die ver afstaat van Nederlandse standaarden ook het geval zijn. Die verantwoordelijkheid ligt allereerst bij die ouders en niet bij de staat. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, het doet je natuurlijk altijd goed als de heer Van der Staaij woorden behartigenswaardig vindt. De reserve die daarna volgde kan wat mij betreft wel weg. Want ik vroeg juist aan het kabinet om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het recht op family life te doorbreken. Want dit is toch wel een situatie die men volgens mij bij het sluiten van het verdrag niet in gedachten had. Namelijk dat terroristen hun kinderen ergens mee naartoe nemen of daar verwekken. En ik vind dat dus ook een uitleg vraagt van het verdrag van de verschillende partners. En ik zou ook aan de Nederlandse regering willen vragen om zich daarvoor in te zetten met de andere verdragspartners. En ik hoop eigenlijk dat de heer Van der Staaij juist dat verzoek kan steunen. Ja, voorzitter. Ik vind het een terecht punt van mevrouw Bikker, maar ik acht het niet erg kansrijk, ook dit punt. Hier is al lang over gesproken ook. En de praktijk is dat als je nu in situaties kinderen zou gaan terughalen en zeggen, ja, maar dat is toch zielig en dat snap ik allemaal en dat deel ik ook van harte, maar dat het tegelijkertijd wel de verantwoordelijkheid in de gegeven juridische situatie wel op zich laat, dat daarmee ook die gezinshereniging ook verbonden is. Maar als mevrouw Bikker zegt, en zo hoor ik haar pleidooi, van toch moeten we ons niet bij neerleggen en kijken welke mogelijkheden in ieder geval voor de toekomst daarvoor wel zijn, dan steun ik die inzet. Ja, voorzitter, ik volg dit ook al. En tegelijkertijd zeggen de experts twee dingen. Het ene is wat ze zeggen, kinderen tot 9 jaar zijn veerkrachtig, kunnen ook nog veel makkelijker veranderen dan dat je ze daar jaren laat zitten. En dat vind ik wel een element wat we mee hebben te wegen. En het tweede, voorzitter, is toch ook wel dat in de expertsessie ook al werd gezegd, misschien zou je in ieder geval ook anders moeten kijken naar de positie van de vaders. En daarom vraag ik ook gewoon om iets meer creativiteit nog bij het kabinet en ook in internationaal verband. Waarvan akte?